En de stichting SUEET heeft vanmorgen het jaarverslag 2017 overhandigd aan die districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost. SUEET is vanaf 2015 een stichting, wat betekent dat zij zelf de gedoneerde gelden in handen krijgt en ze ook zelf uitgeeft, zegt Giovanni Seggen, voorzitter van de stichting. Seggen benadrukt dat zodra er geld in het spel is, daarmee ook correct moet worden omgegaan. De stichting heeft het jaarverslag over 2017 nu pas af. Wegens vertragingen kon het dus niet in het eerste kwartaal van 2018 worden overhandigd. Sidney Groenberg, penningmeester van SUEET, legt kort uit hoeveel de stichting heeft ontvangen en uitgegeven. In het boekjaar 2017 hebben we totaal aan donaties gehad, 314.000 SAD. Er is in december 2016 opgehaald voor tehuizen die goed werk doen voor senioren burgers. En wij hebben 12 tehuizen uitgekozen in verschillende districten. 1 in Nikeri, 2 in Para, de rest in Paramaribo, 1 in Komowijnen. En in totaal is 249.550 SRD aan projecten uitgevoerd voor deze 12 tehuizen. Let wel, het is een jaarverslag van 2017, dus het gaat om donaties en uitgaven gedurende dat jaar. Nogmaals, van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. Zoals de voorzitter van Stichting SUEET het daarnet al heeft gezegd, in december brengen wij het halfjaarlijks verslag van 2018 uit. En daar vult u ook de inkomsten en de uitgaven voor het eerste deel van het jaar 2018 zien. Maar we hebben het vandaag over 2017. Dat is dus Sidney Groenberg. Seggen vulde hem aan met de mededeling dat in het jaarverslag een bedrag niet is afgeboekt. Dit geld zou gebruikt worden om 3 tehuizen te voorzien van rolstoelbussen, maar was niet voldoende, zegt de voorzitter. Nerkus bedankt Stichting SUEET voor het verrichten van dit goed werk. We hebben met de 3 tehuizen afgesproken toen dat we ook in 2017 in december doorgaan met inzamelen. We hebben dat gedaan en er is inmiddels ongeveer het dubbele, maar nog steeds niet genoeg om 2 rolstoelbussen te kopen. 3, die kosten ongeveer $20.000 per stuk. Inmiddels hebben we begrepen dat 1 van die tehuizen al een rolstoelbus heeft gekregen. Maar het geld dat er nu nog is, is nog steeds niet genoeg voor die rolstoelbussen. Dus het is niet zo dat we winst hebben gemaakt. Als DC kijk je altijd uit naar initiatieven van mensen om de noden van anderen die het niet zo echt kunnen proberen te verlichten. En dat is ook onderdeel van het werk van die 6 commissaris, maar je kan ook niet alles. Dus daarom juich ik altijd toe dat er ook organisaties zijn of individuele bedrijven die ook inkomen om de noden van bepaalde mensen of bepaalde organisaties te verlichten. Dat is Mike Nerkus, districtscommissaris van Paramaribo Noordoost. En daarvoor zag ik Giovanni Seggen, voorzitter van de stichting SUEET. Ze spraken vanmorgen na de overhandiging van het jaarverslag 2017 aan deze Mike Nerkust. De overhandiging vond plaats op het commissariaat aan de Van Sommelsdijkstraat.